Sip Kuijlshof, 5 wedstrijden tegen Limburgse teams, 1 punt. Is dat toeval of liggen Limburgse clubs Cambuur niet? In ieder geval wel teleurstellend. 1-1 tegen Fortuna, niet gewonnen van de Graafschap. 2 laagvliegers, 1 punt. Hoe ontevreden ben je? Ja, dit zijn wel even zure dagen. En dan moeten we met z'n allen wel even doorheen. Hè, maar dit is wel, ja, deze komt wel even hard aan. Doe je het jezelf een beetje aan om tegen zo'n team wat eigenlijk niet wil voetballen dan achter te komen? Dat ben ik met je eens. We krijgen hier steeds meer teams die komen om niet te verliezen. Nou, dat hebben we al een paar keer meegemaakt. En als je dan voorkomt, dan trek je er natuurlijk ook een tegenstander om iets meer van de goal af te spelen. Nou, ja, vandaag kom je achter en weer uit een afgeslagen corner. Dus daar moeten we wel heel goed op letten dat wij corners en vrije trappen tegen. Dat, ja, die zijn wel keer op keer gevaarlijk. En dat komt natuurlijk ook omdat wij niet heel veel lengte hebben. Maar daar hebben we ook, ja, dat hebben we voor het voetbal gekozen. Dus maar ja, dat blijft wel een beetje een tricky ding. En aan de andere kant denk ik dat wij vandaag... na de 1-1, of in ieder geval de eerste half uur hebben wij niet goed gespeeld. Het laatste kwartier van de eerste helft vond ik heel goed. We hebben ook kansen gecreëerd. Na rust kregen Fortuna een hele grote kans op de 0-2. Uit de counter. En na de 1-1 van Martijn Bartel denk ik dat het maar één richtingsverkeer was. En natuurlijk nog steeds met in het achterhoofd van de counter die ze eventueel zouden kunnen plaatsen. Maar we hebben er alles aan gedaan. Dus dat is ook complimenten naar de jongens om deze wedstrijd over de streep te trekken. Ik had het gevoel dat na een half uur het tempo van jullie ook wat omhoog ging. En dat Fortuna wat te machtig was. Zijn jullie in een iets te laag tempo begonnen misschien aan deze wedstrijd? Ja, niet bewust, hè, maar het zou best kunnen als je zo naar kijkt zoals wat jij nu zegt. Dat het tempo na een half uur omhoog ging. En we hebben dan ook wat gewisseld. Hè. We hebben Sergio Hoefdraad centraal gezet en zijn we met Stefano op de buitenkant gaan spelen. Ja, met Sergio in het hart van het team, ja, weet je dat er heel veel... Je kunt hem elke keer inspelen, hij is elke keer vrij, hij draait elke keer open, hij draait elke keer vooruit. Nou, ik denk ook wel dat dat te maken had met het niveau, in ieder geval het tempo omhoog ging. Nu pak je een punt, om je heen worden er ook wat punten gepakt. Je verliest 1 plekje, geloof ik. Zit nog altijd dicht bij de top 5. Wedstrijd tegen Almere City, gewoon alles weer op nul en dan weer los? Ik denk dat het grote voordeel is dat we tegen Almere City spelen, dat het ook een team is dat wil voetballen. Hè? En dus ja, die zullen ook vanuit voetbal willen die hun kansen creëren, die durven ook aan te vallen. Dus daarin hoop ik ook dat wij in ieder geval meer ruimte krijgen om zelf ook te gaan voetballen. En dat wij 2 aanvallende teams zien, ja, dat ligt ons gewoon beter. Dus ik verwacht voor volgende week in ieder geval een hele mooie open wedstrijd. Nou zag ik Martijn Bartel met een donker oog en Tissou Dali hinkelde hier wat voorbij. Is iedereen wel heel huids uit de strijd gekomen? Ja, ik heb niks gehoord, niks van de medische staf. Geen zorgen vanuit de medische staf gehoord. Dus ik ga ervan uit dat iedereen morgen gewoon de uitlooptraining kan doen en vanaf maandag, dinsdag de training weer kan volgen. Verwacht je er dan vrijdag ook weer wat spelers bij? Er gaan wel heel veel jongens die gaan maandag houden met jong spelen hier thuis tegen NAC. En dan moeten we even kijken hoe die jongens uit die strijd komen. En dan doe ik vooral, hè, er zaten natuurlijk vanavond al heel veel jongens op de bank. En die hadden eventueel wel een minuut kunnen maken vanavond. Maar dan kijk ik toch even met een schuin oog naar Matthew Steenvoort is er onderweg. Nou, Sander van der Steek is er onderweg. Die gaat er niet met jong spelen. Maar ja, dat zijn wel jongens die weer in de training zitten. Dus de keuze wordt steeds groter. En we zijn wel heel blij natuurlijk dat die jongens straks ook weer volledig fit zijn en wedstrijden kunnen spelen.